toen kwam Marco van Basten erbij en toen zei Marco, kom even bij. Ja, ja, hij, want ik zei nou gefeliciteerd. Ja, zegt hij, waarmee? Ik zei, nou eigenlijk is vandaag jarig. Ik zeg maar, uh, Frikandel is ook jarig. Ja, zegt Marco, uh, en nu dan? Ik zeg nou pak er maar even eentje. Toen pakte Marco van Basten de Frikandel en toen zei hij, en nu? Ik zeg, feliciteren maar even. <laughs> en toen zei Marco, van harte gefeliciteerd. <laughs> Frank, even zo ja. blij. Van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Ja, het lijkt me leuk. Heb je er lang over nagedacht of over getwijfeld? Uh, nee, want ik praat wel graag over voetbal. Dus uh, ik keek er eigenlijk wel naar uit. Maar ik las ook dat je liever interviewt dan dat je geïnterviewd wordt. Dat klopt. Ik vind het altijd prettiger om de controle te hebben in een gesprek. Uh, en, maar het, het is meer gericht op... Als je geïnterviewd wordt, dan gaat het meestal over... Hele persoonlijke dingen. En ja. daar heb ik nooit zin in om over te praten. Maar dat is natuurlijk een rare contradictie, omdat ik namelijk zelf altijd in mijn interviews, behalve dan met sporters, mm -hmm. juist heel persoonlijk word. Ja, ik las dit volgens mij ook in de FIFA, dus dan dacht ik ook zo kritisch in de Nou het ja, ja dat weet, <laughs> Dan weet je het al, ja, precies. Ja, ja. Maar soms is dat nodig om uh, promotie te maken voor de programma's. Ja. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat ik dat per se leuk vind. Maar uh, uh, over specifieke onderwerpen vind ik het weer wel leuk om geïnterviewd te worden. Dus dan dat vind ik het minder erg. Ja, want in dit programma, Kopstukken. Ja. Hier in Hofmancafé in Utrecht gaan we het uh, vandaag hebben over je werk en je carrière. En eigenlijk ook het vakgebied van de voetbaljournalistiek. Ja. En uh, nou, je hebt super veel verschillende dingen gedaan. Ik heb nu drie dagen alleen maar Frank Evenblijzen te kijken. Ja, dus als je straks de, de, de deur uitloopt, dan ben ik ook helemaal <laughs> klaar. Ja, snap ik. Um, maar als jij je aan jezelf denkt als, zeg maar, als vakman, wat ik schiet dan bij jou als eerste naar binnen? Poeh, ja, dat is, uh, dat is vrij lastig wel om te benoemen. Uh, kijk, jij, jij benadert mij als, 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 uh, als sportjournalist. Dat is eigenlijk iets waar ik maar min of meer toevallig ben ingerold. Want ik heb heel lang bij de Wereldraad doorgewerkt als uh, Jackals, Dat was een van die reporters. En daar deed ik zo terloops wel eens sport. Mm -hmm. uh, maar ik heb, toen ben ik later een heel ander programma gaan maken. Een programma wat ging over cabaret. Daar had ik een eindredacteur die ook bureau, uh, hoe heet het? Hollands Sport uh, Eindredacteur ja. was. En hem viel het op. Uh, dat, dat ik eigenlijk best wel veel van sport wist. En die zei. misschien moeten we een sportprogramma ontwikkelen. En zo is Bureau Sport ooit ontstaan. En op een gegeven moment. dat programma was best wel uh, populair. ben ik helemaal die sportjournalistiek ingerold. En uh, nu doe ik eigenlijk hoofdzakelijk sport. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk. Ik blijf, uh, blijf het zelf ook wel. Uh, Best grappig vinden, want als je kijkt naar mijn lijf, dan ben ik nou niet de meest sportieve persoon die er rondloopt. Ja. De grootste kritiek is altijd: hoe kun je nou lullen over sport als je zo zwaar bent. Ja. Wat ik echt totale onzin vind, want ik bedoel, als je een filmprogramma presenteert, dan behoef je toch ook geen goede acteur voor te zijn. Weet je wel, dat slaat nergens op. Mijn, mijn kunde zit hem in het verzinnen van goede of leuke vragen, denk ik. En, en dat heeft er niet mee te maken of je zelf heel sportief bent of niet. Maar je bent ook wel wat meer gaan bewegen, heb ik begrepen. En voor mij heb je ook je hebt een Fitbitje om. Jazeker, ja. Zeker, ja. ja in, de, in de eerste coronagolf ben ik maar eens wat gaan wandelen. En ik woon heel mooi in, uh, net boven Amsterdam. Ja. En toen heb ik zo'n Fitbit gekocht. En ik, uh, ik had heel veel tijd. Ik sportte altijd wel één keer in de week. Maar ik doe nu heel fanatiek drie keer per week. Dus ja, je loopt meer dan Messi, zei je Ja, maar dat is niet zo moeilijk tegenwoordig. <laughs> Want wat was jouw mediadebuut? Ja, nou echt heel, heel vroeger. Ik heb ooit een keer uh, een, in een kinderfilm gespeeld toen ik tien was. Oké. Okay. Dick Trom, ken je die? Ja, die ken ik wel, ja. Ja, daar speelde ik de ezel. Tegen Tijpkasse, maar <laughs> ja, ja. de ezel, ja. Nee, uh, Dick Trom. Dus dat was echt maar toen ik, dat was ik tien of zo, dus dat was de eerste keer dat ik op televisie was. Dan scoorde je met je debuut? Ja, mensen vonden het wel leuk, want het was in die tijd had je nog uh, drie netten. Ja. <laughs> dus het is dus alweer een tijdje geleden. Uh, dus uh, wel veel mensen die hadden dat gezien en die vonden dat natuurlijk wel grappig. En ik vond het natuurlijk ook wel leuk dat die mensen dat allemaal hadden gezien. En ik ben uiteindelijk via een uitzendbureau gewoon bij uh, een, uh, uh, een producent beland, bij Ende ja. En daar ben ik ja, zo, zo successiefelijk van het ene baantje in het andere gerold. Uh, en, en, en op een gegeven moment ben je gewoon televisieman of programmamaker. En hey, op een gegeven moment maak je natuurlijk die overstap dan naar sport. Ja. Uh, hoe bereidde je je daarop voor? Ben je toen ook ingelezen of kon je dan gewoon... Uh... Nou ja, maar ik volgde altijd wel sport. Dus ik uh, was altijd wel... Uh, ja, ik keek gewoon wel redelijk veel sport, veel voetbal en, uh, en wielrennen. En uh, ja, alles kwam wel tot me. En dat kon ik je maar heel af en toe kwijt in de wereld daardoor. Omdat het dan... Ik had bijvoorbeeld, ik ben bij uh, Sneijder geweest in uh, Madrid. Bij Van der Vaart en een keer bij Van Nistelrooy in Hamburg. Uh, dus het had mijn interesse wel en toen kon ik daar wel filmpjes voor maken. Maar doordat ik bij met bureau Sport begon met Erik, uh, toen zijn we eigenlijk gewoon gaan kijken van we, we wilden een programma maken wat niet ging over actuele sport, maar meer sport in general en, mm -hmm. en denk eens na over een, een verhaal uh, wat gewoon iets meer over de romantiek of over de treurigheid van een bepaald moment wat ergens met de sport verwant is. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld gekeken van in de eerste redactievergadering van ja wie zou je nou echt heel graag een keer willen ontmoeten? En uh, toen zei ik uh, ik zou Stoitskof wel graag een keer willen uh, ontmoeten, omdat ik namelijk uh, als kind heel erg uh, uh, fanatiek Panini plaatjes spaarde uh, van de eredivisie, maar ook van de EK's en de WK's. En het WK 94, toen was ik 16. Ik kocht altijd die boeken en ik plakte al die plaatjes er altijd in. Omdat ik dan, namelijk, als ik naar een WK keek, kende ik al die spelers al. Ja, precies. dat, nou, was dat vond ik zelf te trainen, trainen was het eigenlijk. Nou, ik ja, ik vond het gewoon prettig om te weten: oh, dat is die en die en die. En ik vond dat hele verzamelen en ruilen ook heel erg leuk. En, uh, maar bij die tabakzaak dacht wel een beetje: dat die knul van 16 hier nog steeds. Uh, die ja, plaatjes nou komen. ja, ik, ik doe het nu nog, kun je ja. nagaan. Hè? Dus uh, Bij EK's en WK's koop ik altijd weer zo'n boek. Oh, ja? Maar nu koop ik dan gelijk een doos, weet je wel. Vroeger kocht wel vier plaatjes en zo, vier pakjes. En eh, op dat WK van 94 werden wij natuurlijk uitgeschakeld door... Brazilië? Ja. Wat deed Bebeto toen hij scoorde? Uh, wiegen, van een kindje. Ja, hij had de dag daarvoor een zoon gekregen. Uh, dus dat, 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 dat herinner ik me natuurlijk nog uh, als de dag van gisteren. Want ik had zo'n verschrikkelijke hekel aan Brazilië. En vooral aan Bebeto. Met die verschrikking. Ik moest gewoon kotsen van die beweging van dat kind. Um, Nederland werd uitgeschakeld. En ik was toen nogal anti-Duits. Ja. En ik, er was één ploeg die me heel erg opviel op dat WK van 1994. Dat was Bulgarije. Die deed het ontzettend goed. En die hadden een geweldig elftal met uh, Kremenliev, uh, Mikhailov op goal. En uh, Lechkov, uh, Kostadinov en Stoitskov. En Stoitskov, dat was een uh, gigantische, zagrijnige klootzak. Die dacht die wil ik die, <laughs> ah, die, die vind ik echt fantastisch. En hij, die, 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 die gloreerde ook in de jaren uh, bij uh, Barcelona onder Cruyff. Die zat mm -hmm. in, dat, in dat sterrenteam van Cruyff. En Bulgarije moest op een gegeven moment tegen Duitsland en die schakelde Duitsland uit. Dus daardoor heeft Bulgarije voor mij een soort mythische status gekregen. Uh, uh, en, en met name Stoitskov, omdat zo'n grote voetballer was. Dat ik dacht, nou, dat lijkt me nou toch wel mooi om daar naartoe te gaan. Maar ook in de wetenschap dat het zo'n moeilijke man was. Want we hebben heel erg lang geprobeerd om een interview met hem te regelen. Uiteindelijk lukte dat, maar het was echt heel erg lastig. Want ik had ook gelezen in de laatste drie interviews die Stoitskov had gegeven... Uh, die waren uh, uitgelopen op een gevecht. <laughs> dus weet je wel, oh, daar dacht ik, daar gaan we al. En dan moet je zo'n avontuur. om naar een club te gaan. ergens deep down in Bulgarije. Ja. En dan vlieg je naar Sofia. En ik werd met een taxi uh, uh, naar, die, naar die plaats gebracht. Nou ja, echt onverharde wegen. met dode ezels langs de weg. En dat, dat hele traject daar naartoe, waarin ik ook vertel over. Toen ik zelf jong was en dat ik zo'n fan was van Stoitskoff, dan maak je echt een verhaaltje in plaats van dat je alleen een interview toont. Ja. En ik had mijn boek ook meegenomen van 1994, het Plakboek. Plakboek, Panini. En uh, Stoitskoff, in het begin was het al. Uh, kreeg ik ook te horen van een, uh, van een fan die bij me was dat hij helemaal geen zin had in het interview. En hij wilde het toch niet in het Engels doen. Ja, maar je hebt Bulgaars. Ja, maar mijn Bulgaars is ook niet meer zo goed als dat het was. Dus ik moest ook hals over kop nog ergens een proberen vinden. een tolk te vinden enzovoort. En uh, het grappige was dat hij tijdens het gesprek uh, vooral ontdooide. toen ik met dat boek uh, kwam. En dat ja. ik zei, ik was 16 en ik was helemaal gek van, uh, van die plaatjes. Nederland was uitgeschakeld. En uh, ik werd eigenlijk fan van jou. En toen zag ik hem zo ontdooid. Hij ging ook weer Engels praten en. Over kruif en zo. Toen dacht ik, ah oh, dit is echt heel erg mooi. Dus die, aan, die, die aanvliegroute van die items. dat vond ik gewoon heel interessant. Want dan maak je ook echt televisie los van dat het puur sport is. En um, op een gegeven moment in 2014 is het WK-voetbal in Brazilië. Toen ben ik met Erik uh, daar naartoe gegaan. om uh, allemaal items te draaien over voetbal. En uiteindelijk hebben wij uh, de zoon van Bebeto. Die inmiddels 20 jaar oud was. In elkaar geslagen. Nou, die hebben wij uh, opgezocht. Die man die heet ook nog eens Matheus bij Beto. Matheus was de voetballer uit de, van het Duitse team waar ik het meeste hekel aan had. Ja. En die zoon heet ook nog eens Matheus. En Erik en ik hebben die vent opgezocht. Dat en was deel bij was Flamengo. Dit kindje, zeg maar. Dit kindje. En Erik en ik hebben die gast nog één keer in onze handen genomen. En <laughs> hebben hem zo in één keer de Rio de Janeiro ingeflikkerd. <laughs> Hey, en maak je dan ook afspraken? We hebben geen afspraken gemaakt. Ik heb je gewoon gevraagd: wil je komen? Ja. Uh, mailtje en weer en nu zit je hier. Ja. Maar maak je met die sporters wel afspraken? Of zijn die heel duidelijk over waar ze het wel en niet over willen hebben? Ja, dat ligt er natuurlijk aan, heel erg aan in wat voor soort programma het uh, voorkomt. Want ik maak inmiddels zoveel verschillende programma's. Bureau Sport is echt een verhaal. En dan leg je natuurlijk wel uit wat je wil gaan. Ja, Maar zoals snijderen de van de Vaart bijvoorbeeld, die had je bij de Wereldrijd door. Ja. Ja, er zitten geen restricties op of afspraken. Gewoon. Niet helemaal niks. Nee, maar ik maak ook een shirtje ruilen hè, met de voetballers. Ja, dan weten die gasten wel dat ik kom praten over een gerelde shirtcollectie. Ja. Dus dan hoef je daar verder ook... Uh... Ja, dan hebben we wel contact over. Heb je nog shirts? Welke heb je liggen? Want ik moet dan wel beeldmateriaal en zo met ja, de redactie ja. uiteraard... Uh... Hoe zie jij jezelf als, uh, als vakman, zeg maar? Ja, ehm... Um... Ik hoop dat ik een uh, andere rol kan spelen in de sportjournalistiek, maar ook überhaupt wel in het programma maak. Dan, dan uh, de geëikte manier hoe andere mensen televisie maken. En, zeker in de benadering van sport. Zoek, denk ik, met, met, zeker met bureausport ook een shirtje ruilen. Uh, dat, zijn, dat, dat zijn programma's die een aanvulling uh, zijn op de gewone sportjournalistiek. De NOS is er bijvoorbeeld vooral om wedstrijden te verslaan. Ja. Uh, ...wedstrijden te analyseren in, in uh, televisieprogramma's. En ik vind het mooi om het uh, filmisch te maken... ...of vanuit een andere invalshoek te benaderen... ...om het uh, in een ander daglicht te plaatsen of zo, weet je dat, dat, dat is meer wat ik graag voor ogen zie, dat ik dat... Ik wil altijd wel iets toevoegen aan het verhaal... ...wat al bestond of wat toch gecreëerd moet worden. Want hoe denk je dat het publiek jou ziet? Ja... Uh, ik, denk dat ze, ik hoop dat ze dat zien. En uh, uh, ik denk ook dat ze dat zien. Want ik, anders denk ik niet dat ik hier uh, nog zo lang in werkzaam zou zijn. Dus ik heb, ik heb daar eigenlijk geen idee van. Komt mooi uit, want we zijn namelijk even de straat op geweest met jouw foto. Kijk. En we hebben de mensen gevraagd of zij wisten wie het was. Ja. En als ze dat wisten, ook meteen gevraagd wat ze dan van jou vinden. Ja. Zou zeggen. Ik zal hem starten. Weet jij wie dit is? Ja, dit is een van de Jakalzen, maar ik haal die namen altijd door elkaar. Oh, wie is dit? Uh, hij maakt altijd van die grappen op tv. Mm, ik heb hem wel eens op televisie gezien. Die ken ik heel goed, ja? Ja, wie is dat? Ik kan alleen niet op zijn naam komen, ik weet wel wie het is. Ja, dat is meneer Blijlevens. Meneer Blijlevens. En wat weet je van hem? Jeroen geloof ik. Ja, de one and only van uh, Sport op Maandag. Hij zit bij Pep Talk ook. God, hoe heet hij toch? In de buurt van Hazes, iets in die trant. Als je uitgaat, dan uh, hoor je hem altijd wel uh, in de club langskomen. Dat wel. Ja, bloed, zweet en tranen heeft hij uh, gemaakt. Nou, hij zit altijd in zo'n busje en zo, dan doet hij zo'n gesprek. Ik weet even zijn naam niet. Hij was uh, met heel veel andere mensen, met Frank de Boer volgens mij en Ronald Koeman. Had hij een programma? Fra Frank, of is dat zijn vriend? Ik weet alleen dat hij best wel veel flauwe grappen maakt. Van Bureausport, de presentator. En is vaak de gast bij, uh, bij Jack van Gelder. Hij deed ook shirtje ruilen, dat vond ik ook altijd leuk. Met Sjakkie uh, Groene. Van uh, Manchester United. Frank Evenblij, Ja. Hij vertelt verhalen over sporters. Volgens mij veel breder dan voetbal, trouwens. Maar uh, dan gaat hij op reis en dan praat hij met ze en uh, hij interviewt mooi, vind ik, op de mensen. Ja. Nou, hij heeft een soort uh, gemak, professionaliteit. Ik vind hem ook uh, analytisch aardig, leuk. En hij heeft humor. En dat vind, die combinatie van de vier vind ik heel goed. Oh, hij lijkt me wel vriendelijk. Houdt van happy eten, volgens mij. Ik, ik weet niet, ik ben niet het meest fan van als hij aan het is. Vind je dat hij verstand heeft van voetbal? Nee, niet echt. Hij, het lijkt alsof hij overal een beetje wat van vindt en niet ergens. iets echt van af weet. Hij lijkt wel aardig, maar ik denk dat hij uh, achterbaks is. Uh, nogal direct. Openheid en eerlijkheid. Oprechtheid. Ik geloof hem wel, laat ik het zo zeggen. Ik ben het niet vaak met hem eens. Maar hij heeft er wel veel over te vertellen. Ja, ik vind het wel goed. Ik vind het wel leuk, hij heeft goede humor. En, uh dingen leuk te vertellen. Ik vind het leuk, zeg maar. Sommige mensen hebben een bepaalde nonchalance over zich heen, en hij heeft dat heel erg. Dus hij kan je ook gewoon laten lachen als hij niet eens iets grappigs zegt. Dat ja. hebben wij ook een beetje. Ja. Nee, maar vooral ook even net even anders benaderen dan de meeste mensen bena iemand benaderen. Als hij vertelt, dan denk ik ja, dit is wat jij doet, dit is wat jij wat je moet doen. We, we kunnen wel zeggen dat u wel een beetje fan van hem bent, eigenlijk. Ja, ja, zeker. Ga zo door, zou ik zeggen. Ja, mooi. Het lijkt wel een beetje op wat ik zeg. Daar uh, ben ik blij mee dat mensen zeggen hij doet het op een andere manier dan anderen dat doen. Grappig dat die jongens dan zeggen, ik ben het vaak niet met hem eens, want ik heb namelijk helemaal niet zo'n mening. Hmm. Dus uh, ik, ik ben helemaal niet uitgesproken dat ik iets vind van, ik, ik zeg nooit van, ik vind dat Frank de Boer niet goed voetbalt. Of dat Ajax, ten, dat Ten Hag het niet goed doet. Ik ben helemaal niet zo'n mening, uh, zo, zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik ben meer best? een vrager. Nee, ik vind dat gewoon interessanter. Ik, ik benader juist dingen uit nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En ik zeg dan niet, ja, maar ik vind er dat van. Dus dat vind ik heel opvallend. Dus of die gasten hebben niet goed gekeken. Want ik probeer in ieder geval niet zo uh, over te komen. En de vergelijking met Andrea hazes, die hoor ik natuurlijk regelmatig. Wij zijn allebei heel lang ja, <laughs> nee, ja, ja die, dat uh, die meneer die nog de het over is sprak die zei ook echt uh, hij benadert het op een andere manier je kunt altijd ja. alles van de voorkant doen maar je kunt het ook van de andere kant benaderen en via ja. de zijdeur binnenkomen ja. is dat een bepaald trucje of een bepaalde uh... nee maar geen trucje dat is gewoon meer dat ik dat interessant vind en dat ik uh, als je kijkt in die interviewprogramma's die ik maak en dan in, uh, ook met shirtje ruilen ligt het wat meer voor de hand omdat je dat dan doet aan de hand van die shirts dat je dan vragen stelt maar hij heeft het denk ik vooral over. Die vrouw ook. Over mijn andere interviewprogramma. Even Blij Maakt Vrienden. Ja. Waar ook sporters in voorkomen. Maar in, niet alleen maar. Sjakkie Groene inderdaad. Of. Uh, uh, Daphne Schippers zat ook in de laatste serie. Um, ja, ik, dan, je ziet heel vaak een interview. wat gewoon van. Wat, met standaard vragen. En ja. dat probeer ik altijd te vermijden. Het enige wat ik altijd wel probeer. Is ik probeer altijd er iets gemeenschappelijks te zoeken. Waardoor je met iemand een bepaalde klik. hoe erg ik dat woord ook vind. Uh, uh, Vindt. Waardoor je ook gelijk op een, op een bepaald level zit. Waardoor je plezier hebt. Ja. Uh, ik zeg altijd wel. dat ik een sfeer probeer te creëren. waarin het uh, 28 graden en onbewolkt is, omdat ik denk dat je daarmee mensen. Heel erg op hun gemak stelt en dat ze daardoor meer en makkelijker iets vertellen dan dat je ze heel scherp aanpakt, omdat mensen dan ook in de verdediging schieten en zich minder uh, makkelijk uitspreken en anders gaan formuleren. Ben je dan wel kritisch genoeg? Ja, maar de vraag is, moet je kritisch zijn? Van dat wie je, moet dat? Dat is jouw doel niet. Jij wil een verhaal vertellen en je wil ja, mensen eruit er geven om, om zichzelf te laten zien. Ja, precies. leren is het meer. Ja, je kunt wel zeggen van, ja, uh, ja, ik vond het niet kritisch genoeg. Ja, maar ik heb nooit gezegd van tevoren, je kijkt naar een, een kritisch interviewprogramma. Ja, precies. Je kijkt naar een programma van mij, omdat je iemand beter wil leren kennen. En dat doe je een beetje door mijn ogen. Hè. Als je dat leuk vindt, dan kijk je. Als je het niet leuk vindt, dan kijk je, uh, kijk je niet. Maar ik heb nooit beloofd dat het kritisch zou zijn. Geen doel maar ik... desalniettemin ben ik het natuurlijk wel. Alleen ik ben het wel op mijn manier. Alleen ik bedenk samen met mijn redactie altijd de koers van het gesprek. En als dat uh, noodzakelijk is, zoek ik die punten op. En als ik dat niet noodzakelijk acht, dan doe ik het niet. En hoe groot is het deel improvisatie? Ga jij gewoon, lees je je een beetje in? Of heb je eigenlijk al helemaal van tevoren een soort weg uitgestippeld van daar ga ik langs? Ja, ik ga altijd zeer goed uh, beslagen ten eis begin ik aan mijn uh, gesprekken. Ik wil gewoon van, alle, van iemand alles weten. Omdat je dan weet dat als het gesprek alle kanten op gaat, dat je weet waar je het over hebt. Ja. Ik bereid me heel goed voor. Ik, heb een, uh, ik schrijf een script voor mezelf, waardoor je, maar die, dat script staat niet vast. Maar het geeft een soort leidraad die uh, uh, ervoor zorgt dat je alle kanten op kunt gaan eigenlijk. Dus soms heb je een bepaald doel met een onderdeel van een gesprek. Maar dat gaat dan in één keer binnen een minuut over iets totaal anders. En die ruimte om te improviseren, dat vind ik ook heel prettig. Ja. We gaan terug naar uh, een iets sportgerelateerd stukje. Ja. Het onderdeel heet de Basis 11. Ja. Ik ga je elf vragen stellen. En het de bedoeling is eigenlijk dat je zo ongenuanceerd mogelijk antwoord geeft. Ja. En daarna krijg je alle ruimte om alsnog de nuances ja. aan te brengen. Prima. Mijn droom was altijd al om sportjournalist te worden. Nee. Mijn journalistieke voorbeeld is. Matthijs van Nieuwkerk. Het mooiste aan mijn vak is. Uh, de ontmoetingen met mensen, sporters. Mijn grootste professionele blunder tot nu toe is. Poeh. Ik, uh, ik heb wel uh, misschien dingen gedaan die niet helemaal goed uitpakten, zoals. Uh... Hadden gemoeten, maar ik zie het niet als blunders. Het meest ongemakkelijke interview ooit was met. Max Verstappen. Als ik moet kiezen, is mijn favoriete voetbalclub. Willem II. Voor deze speler heb ik een zwak. Sean Veskens. Mijn minst favoriete collega van de pers is. Mm. Dominique Weesy. Over deze ontwikkeling in de voetbalmedia maak ik me grote zorgen. Uh, in de voetbalmedia. Ik maak me daar geen zorgen om. Mijn mooiste journalistieke prestatie is. Mijn interviewprogramma Even Blij Maakt Vrienden. En dit zou de kerst op mijn journalistieke taart zijn. Ja, dat is een beetje gek om te zeggen. Maar er was altijd wel één iemand die heel hoog op mijn, maar ook op onze sport, of, uh, lijst stond. Uh, waar we ooit ook hebben gezegd. Als we die interviewen. Dan stoppen we met Bureausport maar en dat de is uh, diego Armando Maradona. Er is nog niks wat uh, die, dat gat heeft kunnen vullen. Zeg maar. Nee, maar ja, het is ook nog zo recent. En het gekke is, ik ben er wel ooit heel dichtbij geweest. Oh ja? Ik was zat al in de auto. En toen werd ik in de auto. Was halverwege. dat dat u uh, die club zag gaan. Er uh, was een jubileum in de club in Limburg en daar zou hij naartoe komen? Ja. was, dat waar? Daar was ik al 10.000 euro overgemaakt naar zijn rekening. Het, duurt is het nog maar, even is voor dat... nog even teruggekomen. Hij maar... gekregen, wel teruggekregen, maar het heeft wel even geduurd. Dus ik, was, ik ben heb wel heel lang in de veronderstelling geleefd dat ik hem zou interviewen. Maar het probleem is wel met dit soort figuren, is dat je nooit gaat halen wat je echt wil halen. En wat is dat dan? Wat zou je echt willen halen? Ja, kijk, je wil natuurlijk. Als je, jij hebt, je vertelde mij net ook uh, voordat we begonnen, dat je die documentaire van Maradona hebt gekeken, die heb ik het afgelopen jaar, alleen al drie keer gezien. Is dat je natuurlijk dan echt met zoveel vragen zit van wat gebeurde er dan in dat hoofd? Uh, dat je zo werd opgeslokt door de. Italiaanse media in Napoli. Waarom kon je daar niet weg? Maar dit zijn vragen die niet meer te beantwoorden zijn voor hem. He, dat was, daar was hij niet meer toe in staat. En die man is zo vaak geïnterviewd dat je daar maar nooit een echt gesprek kunt. Je ook twee versies van Maradona: hè? Maradona, de publieke Diego, figuur en ja. de echte, ja. ja, en kijk, als je echt de kans krijgt en iemand ziet het zitten om, de, om je daar de ruimte toe te geven om, om, om zich open te stellen, dan is dat natuurlijk hartstikke bijzonder. Maar. Kijk, dat is natuurlijk, vind ik dan bijvoorbeeld, uh, het interview wat ik had met Jackie Groenen, daar was ik ontzettend blij mee. Omdat dat zo nog zo open was, ook omdat... Het gitaartje Shaki, erbij zat, hè? Nou, dat was toch echt, uh, ja, heel ontroerend vond ik dat ook. Maar die is ook nog niet zo heel vaak geïnterviewd en dat maakt het ook wel uh, bijzonder of zo. Maar wat had je voorbereid van voor Maradona dan? God, dat weet ik echt niet meer. Maar dan krijg je drie minuten. En jullie hadden zelf die, die 10.000 euro neergelegd? In de productiemaatschappij, Ja. 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 Maar er waren er wel tien die dat hadden betaald, geloof ik. Dus wij gingen een half uurtje, een half ja. uurtje een top maken. Dat was het idee. Eigenlijk. Maar weet je wat heel maf was om nog een ander ding is dat ik bijvoorbeeld Romario die stond ook heel hoog op onze lijst. Echt, echt, weet je, nou, Romario is wel te gek. Maar je woont natuurlijk in Brazilië en denk, dat krijg je gewoon niet meer voor elkaar. Die heeft helemaal geen zin in interviews. En, ja, dat is allemaal gedoe. Maar wij waren dus ooit in Brazilië om een programma bureau sport om daar items te maken in aanloop naar het WK. En toen hadden we een item bedacht, Erik en ik en de redactie. Uh, de zoektocht naar Maradona. Of naar uh, Romario. En wij wisten wel dat er ergens een strandje was... In, uh, in Rio de Janeiro... waar hij bekend stond... dat hij daar wel eens... <laughs> aan het voetvolleje uh, 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 is. Weet je wel? Zo, ja. dat, uh, nou, dat dachten we. We maken een item. We kopen een kokosnoot. We drinken het op. En we spreken allemaal mensen daaraan. Heb je Romario wel eens gezien? Hoe is die in het echt? He, daar kun je al een heel ding mee maken. Dan ga je nog even... Memorale, memorabele doelpunten ophalen, die monteer erin, zo maak je een item, zo, zo gaat dat. En wij uh, stappen uit de bus en uh, uh, komen op het strandje aan, de eerste die we tegenkomen is Romario. <laughs> Dit is iets waar je totaal niet op voorbereid bent. En wij stonden echt als twee kleuters helemaal aan de grond genageld. Ja. En uh, ja, daar stonden we, we hebben een gesprek gehad van een minuut, denk ik. En een fotootje gemaakt. Ja. Wel met mijn Willem II shirt aan, daar was ik dan wel weer blij mee. Want dat was op de dag dat Willem II promoveerde naar de Eredivisie. En toen heb ik dat gelijk op Instagram gezet met Romario feliciteert ook, ook Willem II. Met het, uh, dus dat is eigenlijk uh, alles kwam samen op die dag. Een ja, van de mooiste dagen van je leven was ja. dat. Je zei Matthijs van Nieuwkerk is mijn uh, journalistieke voorbeeld. Ja, nou ja, uh, ook op sportief gebied hè, volgens mij. Uh, Hollandsport. Ja, dat is de uh, Hollandsport. Ja. Ik vond zijn benadering prachtig. Uh, was wel jaloers op iets wat mijn collega Erik Dijkstra ook ontzettend goed kan, is een ode brengen aan iemand. Ja. Dat doet hij op de radio wekelijks. Dan begint hij altijd met eerst even een kleine ode aan. En daarin kan hij ook heel veel antipathie stoppen uh, in, in iets. Of juist heel veel sympathie en optimisme. Ik vind het literair heel goed. En Matthijs kon dat ook. Die kon, uh, in Holland sport vond ik: had je zo'n soort uh, uh, een muur met allemaal museumstukjes uh, erin. En dan kon hij uit met, met, met een schoen die iemand gedragen had. Uit zijn hoofd. Natuurlijk had hij wel dingen gelezen. Een prachtig verhaal vertellen. Voor een kleine reliquieën. Dat vond ik mooi. Ik vond ook de manier van interviewen. Sowieso van Wilfried en Matthijs. Heel, uh, heel interessant. En heb je dan één specifiek interview. wat je dan echt voor de geest staat. Dat, dat zo moet het, zeg maar? Nou ja. Ja, nee. Er is niet één interview. dat ik denk. Dat specifiek haak eruit. Een beroemd interview met uh, Patrick Kluivert van Wilfried de Jong. Ja, dat is ook het eerste bij mij in de Ja, dat vond ik wel. Uh, maar dat was wel weer confronterend. Waardoor ja, het heel maar spannend ja, dat moest, werd. waardoor dat het ook moest. heel leuk werd om naar te kijken. Ja, ja, maar dat het was niet voorbereid. Naar naar dat was niet zo van als Patrick Kluivert komt, dan ga ik hem daar eens even lekker op pakken. Dus iets wat ontstond. Ja? Ja, kijk, hij had, Wilfried is wel goed bevriend met die familie die uh, aangereden is. en... Uh, dus die, die, die wist dat wel eens achterover. achterhoofd. Maar die is ook professioneel. Je hebt Patrick Kluiver, daar kun je een mooi interview mee maken. En ver, vervolgens zei Patrick Kluiver uh, dat hij best wel veel contact had met die familie. En Wilfried wist dat dat niet zo was. En die dacht toen niet: ik ga nu een valkuil openen en dan ga jij in. En hoe denk je dat Patrick Kluiver terugkijkt op zijn interview? Ja, die, die kon niks meer goed doen, natuurlijk. Dus wat hij ook zei, ik denk, ik denk niet dat hij dat vaak terug zit te kijken. Maar is dat dan ook. Kijk, Patrick Kluivert heeft natuurlijk nu niet zo heel veel relevantie meer, zeg maar. Uh, met, met terugwerkende kracht. Mm -hmm. Maar het kan ook een soort journalistieke suicide zijn die je dan pleegt, denk ik. Ja, maar Kluivert heeft zelf in dat gesprek aangegeven contact te hebben met ja. die familie. Want en dan, gewoon, dan, moet je gewoon, dan kun je niet teruggaan. Ja, zeg maar. dan, dan, als je daarover liegt, dan is het ook niet gek dat je daar uh, uh, vervolgens uh, uh, op, op aangesproken wordt. Wat vind je het mooiste aan het vak? Ja, de ontmoetingen met mensen, dat vind ik echt... Ik vind het ook heel, echt heel kut door dat, die kut-corona, dat, uh, dat ik niet kan reizen. Ik vind dat reizen echt geweldig. En uh, mensen ontmoeten en interviewen om even in iemands leven te duiken. Je gaat natuurlijk altijd naar iemand toe. Dan verdiep je in iemand en dan ga je naartoe omdat hij iets bijzonders kan. Ja. Uh, maar dat je dan bijvoorbeeld... Hè, nou ja, ik was, uh, uh, vlak voordat corona begon, zou mijn nieuwe seizoen van shirtje ruilen weer uh, uh, beginnen... En de, ik zou naar uh, Stefan de Vrij gaan uh, in Italië. Nou, daar kan ik me zo onwijs op verheugen omdat ik A, die plek niet ken. En dat je dan Stefan, die daar een, een leven heeft opgebouwd, dat je daar dan naar dat stadion kan. Dat je kan proeven en voelen en ruiken hoe uh, de, de club wordt uh, uh, bekeken. En, uh, en hoe dat voor Stefan is. En die vindt dat ook nog wel leuk. Hè? Want het is, je praat over die uh, shirtjes ja. enzovoort. Dus je hebt al... Dat is echt iets om naar uit te kijken. Een kind in, in de snoepwinkel. Dat, dat gevoel krijg je Ja, dat, je dat is het zeker. Ja, ja, dat is het echt. En ik vind al die mensen gewoon leuk. Ik vind al die sporters interessant. En die hebben allemaal een verhaal. En, uh, ja, dat is natuurlijk te gek. En in Rio, waar ik echt wel een paar keer... Ben ik drie keer geweest of zo? Ja, ben ik ook echt wel deep down in die in favelas geweest. Nou, daar zou ik echt privé ook echt niet durven. Hmm. Maar je voelt je ook gesterkt als je met een cameraploeg daar naartoe gaat. En, uh, ja, ik ben daar toen naar de homeground van Leonardo geweest. En die, die is opgegroeid in een favela samen met een ander jongetje. En die is ooit gevolgd in een documentaire toen zij nog kind, echt kinderen waren. Uh -huh. En uh, Leonardo heeft het gered. Niet echt natuurlijk. Maar uh, uh, die is wel profvoetballer geworden bij, uh, bij Feyenoord. En, uh, en die andere jongen niet. En ik ben... Die andere jongen gaan opzoeken. Ja, dat, dat vind ik echt geweldig. Echt. Dan heb je dat beeld van die twee yogis. En dan die ene die het ja, net niet goed heeft gedaan, omdat hij ook heimwee had naar Brazilië. En dat andere yogi wat gewoon ja, heel armoedig nog steeds de vissen zelf uit de, uit de rivier moet halen om te kunnen eten. Ja. Hoe anders het leven dan kan lopen, ja, dat vind ik mooi. Ja, dat is echt het verhaal achter de sport. Dat is het. Dat is het kern ja. wat Ja, ja. ja. Je zei dat je geen blunder hebt gemaakt? Of het nou was? ja, misschien ook wel, maar ik zie het niet als een blunder. Ja, nou ja, je, je kwam er net op, een on, ongemakkelijk interview. Ik probeer altijd uh, uh, op een grappige manier vragen te stellen, andere vragen te stellen. En dat doe ik ook bij Max Verstappen. Uh, we, we, we kwamen terug bij Peptalk na een hele periode niet te hebben uitgezonden omdat corona er was. De Formule 1 lag stil en de Formule 1 ging weer beginnen. En wij skypen met Max... Ik zeg, nou Max, wat leuk. Ik heb je maanden niet gezien, niet gesproken. Zit je nog steeds op Formule 1? Ja. Zit, zit je nog op Formule 1? Wat, wat bedoel je? Ja, dat is natuurlijk een grap. Zit ja. je nog op judo? Zit ja. je. Ja, ik weet niet wat je bedoelt. Ik, ik, ik rijd gewoon op Formule 1. Nou, dus, totaal ongemak. Totaal ongemak. Ja, dat breekt het zweet me uit. Ja? Ja, want ik denk, jee, maar hoe kan hij dat? Weet je wat, waarom begrijpt hij dat nou niet? Ik kan het niet of, herpakken dan. Dan zeg je, Ja, ik bedoel je wel natuurlijk niet... wel. Dat zei ik. Ja. Ik zei ook, ik bedoel. Maar als je iets moet gaan uitleggen, dan, dan, is, het dan is het. Nou, dan, heb je, dan is het gesprek al wel. Uh, dan was ik blij dat Jack ernaast er zit, die dan even een andere vraag kan stellen. Maar waarbij Max. Wat is het dan gewoon, bij jou, zeg maar? Dat je wordt Dat is gewoon heel gek. Kijk, Max is namelijk. Uh, uh, die is niet makkelijk om te interviewen, omdat hij heel erg. Uh, hij, hij is vaak kort in zijn antwoorden. En uh, hij is gewoon vaak niet met je eens. Dus hij. De, de, dat is niet makkelijk om hem te interviewen. En met sommigen heb je gelijk dat je denkt: oh, dit is lachen. En bij Max vind ik dat wel eens lastiger. Want je zei net: 28 graden onbewolkt. Ja. En als het dan een beetje gaat wrijven of er is meer conflict gestuurd, dan kom jij, wordt het voor jou ongemakkelijker. Zeg maar. Nou ja, dan vind ik, vind ik het moeilijker om het gesprek aan te gaan. Hè. Een tijdje geleden toen had hij een race gehad in, in Turkije. En toen hadden Doornbos had in de studio gezegd: ja, het was echt een aanvallende fout van, ja. uh, van Max. En ik geloof dat ik of Jack zei van. Uh, ja, de experts in de studio die zeiden dat je het aanvallend rijdt. Nou, dan zegt hij: die experts hebben er geen verstand van. Dat is dan zijn antwoord. Dat is niet echt de opening voor een, een leuk gesprek. Nee. Maar ja, het is gewoon zoals Max is. Dat waardeer ik ook wel aan hem. Uit nee, dat uitdiep zeg maar. Ja, precies. Maar het maakt het niet een makkelijke gesprekspartner. Maar, maar ik vind het wel een geweldige coureur hoor. Dat, uh, dat wel, even gezegd. Dat genoteerd, hebben. dat genoteerd. En heb jij het gevoel dat het ook een generatieding is? Dat die jongere generatie op een andere, hele andere manier met media omgaat? Of is het gewoon bij hem? Nee, want ik interview ik wel veel meer van zijn leeftijdsgenoten. Want er zitten ook uh, de meeste sporters aan tafel, zijn uh, tussen de 20 en de 30. Ja. Het is wel zo dat voetballers onder de sporters degene zijn die het minst leuk of makkelijk zijn om te interviewen. Waarom? Ja, ik heb toch het idee dat die heel veel mediatraining krijgen. Uh, dat ze heel erg nadenken over dat ze niks verkeerd zeggen over de club of over hun teamgenoten. Om een echte gevoel te laten spreken. Je ziet het ook, het is altijd een houding geweest. Vooral als je kijkt naar interviews in de jaren negentig. Dat elk voetbalinterview wat er wordt gehouden. Met name ook, uh, ik herinner me dan vooral de Ajaxide, Of het nou Danny of uh, Blind of uh, Frank de Boer was. Is als er een vraag werd gesteld... Dat er, die keken gewoon de journalisten nooit aan. Het was altijd. Nou, uh, ja, je, je staat uh, met 1-0 voor. En dan, uh, ja, dan speel je die wedstrijd uh, gewoon uit. En dan uh, komt die, uh, die bal voor. En dan komt die 1-1. Ja, dat zie je dan niet aankomen. En pas bij, op het moment dat ze uitgesproken zijn. kijken ze één keer de verslaggever aan. En dan kijken ze weer weg. Nou, dat is wel veranderd. Maar ik vind interviews na afloop. bij Fox of zo. Ja, daar komt toch altijd heel weinig uit. En er zijn er een paar die het goed kunnen. Weet je wie ik echt heel goed vind? Dumfries. Die was, die die was vreselijk slecht. Die heeft het echt geleerd. Maar die is super geestig, vind ik. Nou, ik weet nog, ik heb hem een keer. toen werkte ik net bij voetbalzone. En toen ja. interviewde ik hem wat hij gekozen was tot talent van het jaar. Ja. In het Jama Stadium in Almere. Ja. En uh, nee, ik kwam, ik kwam net. Ik had nog bij wijze van spreken, nog net niet de foto's bij me van, uh, van wie wie was. Dus ik zeg, Dennis, kan ik even spreken. Hè? Ik zeg, waarom denk je dat je uh, die prijs hebt gekregen? Zeg, en toen zei hij al, begon hij al met, ja, omdat uh, de spelers me genomineerd hebben. Ik zei, ja, nee, okay, dat snap ik, maar waarom denk je? Nou ja, we ik altijd heel erg mijn best doen. Maar ik zei, ja, wat is dan de kracht van je spel? Nou, Als ik mee ga aanvallen, dan probeer ik ze goed mogelijk te aanvallen. En, en ik zei, ja, en verder, ja, als ik aan het verdedigen ben, probeer ik ze goed mogelijk te verdedigen. Ja. En dat was zeg maar, nou, dat, dat was eigenlijk het gesprek. Ja. En de grap is inderdaad, als je hem nu hebt... Hij is echt sterk, hoor. Dat zegt gewoon, het spreekt zich uit, is uh, 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 gevoelig, weet je wel. Het toont echt emotie. Dat vind ik heel prettig. Ja. Maar je ziet niet vaak voetballers in portretten. Daarom vond ik het uh, heel leuk om dat met Daly en, uh, en Danny Blind te hebben gemaakt. Omdat die wel een inkijkje hebben gegeven in hun leven. Ja. Maar daar hebben heel vaak voetballers geen zin in. Voetballers die worden eigenlijk het allerleukst om te interviewen als ze de dertig gepasseerd zijn. Dan kunnen ze ook met een bepaalde, op een andere, met een andere blik naar hun eigen carrière kijken. En dan zien ze ook wel eens dat sommige dingen belachelijk waren enzovoort. En ja, ik vind dat, dat zie je aan al die oud-voetballers die analist zijn bij, bij Fox en maar ook bij Studio Voetbal. Als je hoort hoe Van der Vaart praat, nou die zou je toch iedere dag wel op de bank willen hebben. Ja. Nou, dat was toen vroeger ook niet zo, vond ik, weet je wel. Dat, die is zo open geworden en die... Ja, die ventileert gewoon echt zijn mening. Ik ben het ook vaak roerend met hem eens. Echt geweldig. Ja. Maar dat geldt ook voor Ronald de Boer en ook voor, voor Pires en zo, weet je wel. Dat vind ik echt ja, een leuke gast. Want jij noemde net de interviews in de mixzone. Zeg maar de ruimte waar de journalisten en ja. de spelers bij elkaar komen na de wedstrijd. Ja. Je zei bij Fox vind ik dan vaak die interviews al niet zoveel aan, zeg maar, om naar te luisteren. Nee. Maar er staan eigenlijk tien cameraploegen die allemaal een beetje dezelfde dingen zijn aan het Ja, precies. ja, ja goed. Ja, de, maar je kunt daar ook niet zo. Ik heb er heel vaak over nagedacht: hoe kun je dat nou anders doen? Maar ik ben zelf heel groot voetballiefhebber. En ik kijk uh, uh, ook bijna altijd alle, veel wedstrijden op Fox. En ik kijk altijd alles van Winnieuw 2. En als Win 2 gewonnen heeft, dan kijk ik ook alles uit tot en met de persconferentie. En of Jordan Peters, die, zegt, die gaat ook geen grappig interview geven na afloop. Maar als ze gewonnen hebben, wil ik toch altijd wel graag horen wat hij zegt. Ja. Als ze verloren hebben, dan gaat de televisie uit. <laughs> Ja, je zegt net, je ziet weinig portretten. Maar dat komt ja. denk ik ook, omdat uh, het heel lastig is om spelers uitgebreid te spreken te krijgen ja. buiten wedstrijden. Nee, ja, dat mag ook niet van clubs. Want hoe ervaar je dat zelf? Als jij belt met Frank Evenblij, kan je dan makkelijker speler krijgen, of moet je heel erg lobbyen om iets nee, te. Nee, nou ja, dat ligt eraan. De ene club is wat makkelijker dan de andere. He, Ajax is niet de makkelijkste, laten we dat uh, voorop stellen. Die is altijd moeilijk om, uh, om mensen te interviewen aan de andere kant zijn ze ook wel behulpzaam. Uh, en ik snap het ook wel, want die hebben natuurlijk ook een gigantisch, druk programma. Maar bijvoorbeeld voor shirtje ruilen, dan doe ik een verzoek bij de perschef. En dan de ene keer krijg je een ja en de andere keer krijg je een nee. Maar ik weet dat shirtje ruilen onder voetballers best wel een populair programma is. Dus uh, ik heb Matthijs de Ligt, had ik benaderd. Die, heet, die had geloof ik vier gerelde shirts, want die was ja. 19 toen. Uh... Maar ja, dat blijft toch een interessant verhaal. En een ook een waanzinnig leuk gozer, vind ik echt. Echt, wat een is stad. Bij de speler waar zwak voor had, noemde je ook je eigen Willem II icoon. Ja, John Veskens. Ja, en omdat dat daarmee begonnen is, dat plaatje van, van Veskens, omdat zo'n man was met een hele opvallende kop. De beitel. De beitel. Ja, dat was niet omdat hij zo hard kon voetballen, maar omdat hij een kop had, Het leek <laughs> op een beitel. Dus, ja, en die heb ik later ook nog wel veel gesproken, want die was ook nog uh, assistenttrainer onder Streppel. Dus ik heb veel met hem meegemaakt. Uh, ben ook. Vaker met hem hebben we wel dingen gedaan en dingen opgenomen. Hij speelde een grote rol in de theatertour uh, van, van Bureausport. Sport. Maar ik zou dan nog, eigenlijk nog een andere naam willen noemen van een voetballer die ik lief heb. En dat is Arjan Swinkels. Oh ja. Ja, die heeft natuurlijk ook jaren, was cultheld van win II, 2 Maar daar ben ik echt bevriend mee geraakt. Daar heb ik echt contact mee uh, regelmatig. En, uh, Wordt ook wel af en toe stevig aangepakt. Ja, terwijl het een hele nuttige verdediger is. Ja, tegen Ajax misschien wat minder, 13-0, maar. Uh, ja, Swinkels is gewoon... Dat is echt een gouden vent. En uh, ik ga dan nog... Ja, nu en niet. Maar ik ging regelmatig naar Tilburg. Ook toen hij nog in uh, België voetbalde en zo. En dan ga ik met hem echt uh, tot diep in de nacht de kroonluchters in. Ja. En dat vind ik heerlijk. Dus met zo'n nuchtere gozer. En ik vind het ook knap dat hij... Hij is 35, dat hij uh, toch nog in de eredivisie voetbalt. Weet je wel? Dus, iedereen denkt altijd... Kijk, zijn grote kracht is zijn haar. Daardoor valt hij zo op. Hij heeft zo'n goede krullenbos. Anders was hij... ...veel minder opvallend geweest, weet je wel. En ja, hij spreekt gewoon goed. Dat is wel een leuke gozer om te interviewen in afloop. Een beetje verleining van Willem II is eigenlijk, wel Ja, precies, ja. Maar die heeft die, die ook altijd die heeft tekst... Okay. En dus dus ik, je, als je nu als Vreesja langs de kant staat, dan hoop je toch dat Zwinkels voor je microfoon komt. Want als je dat soort, uh, dat soort jongens interviewt, wat is dan je benadering? Want je zegt net, Arjen Zwinkels, ben een goede vrienden mee geworden. Ja. Is dat ook iets wat je echt op vriendschappelijke basis probeert te doen, al die interviews? Want er zijn ook heel veel uh, journalisten die juist proberen om afstand te bewaren en ja. niet, te, niet te klef te worden. Zeg maar. Ja, maar ik, ik heb daar geen belang bij. Want het, ik zit niet. Kijk, als je journalist bent en je moet stukjes schrijven over wat jij ervan vindt... of dingen die je moet beschrijven... dan is het niet handig als je bevriend raakt met iemand. Maar die positie heb ik niet in de sportjournalistiek. Nee. Ik ben niet iemand die dus in één keer omdat ik bevriend ben geraakt... dan maar niks aardigs meer kan zeggen. Ik hoef niet per se objectief te zijn in mijn tak van sport. Ja. Voor Jack is dat misschien anders. Of voor, voor, voor uh, Willem Vissers van de Volkskrant. Dat is een andere positie. Dus... Uh, je dus moet ook meer distantie vanuit hun... Ja, dat, dat is vanuit hun vakgebied veel, veel handiger en slimmer. En in mijn geval denk ik dat dat... Maar ja, kijk, ik, ik heb natuurlijk wel gewoon een, een professionele distantie... naar de meeste uh, mensen die ik, die ik spreek en, oh, en die ik interview. Maar met sommigen heb je wel uh, een goede klik en dan hou je daar contact mee. Ja. Met Dominic Weesie heb je niet zoveel contact mee. Heb ik nooit contact mee. Ja, nee, dat is gewoon omdat ik... ik voel, en, 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 niet dat ik dat nou een enorme lul vind... Maar die staat qua televisie wel het meest ver van mij af, denk ik. Maar ja, dan kan ik ook zeggen van. Uh, Piet Poudersma, want daar heb ik ook niet zoveel mee. Het is een beetje een veilig antwoord dan, eigenlijk. Nee, maar het is gewoon, ik heb daar niet heel veel negatieve dingen over te zeggen. Behalve dan dat ik denk, ja, de kans dat ik ooit voor pony's ga werken is uh, ongeveer nieuw. Oké. Okay. En dat, waarom is dat dan? Omdat die aanpak mij niet boeit. Te negatief of te cynisch? Ja. Ja, dat, dat was natuurlijk al de toon van, van, van vroeger zeker. Uh, maar het is gewoon, ja, het, het, ik, ik heb daar gewoon geen... Uh, ik vond het gewoon onprettige televisie om naar te kijken. Dat is geen 28 graden onbewolkt. Nee, hey, Bassie, die uh, sprak de legendarische woorden. Ik heb een grafhekel aan van grafhekel, ja. Ik wil niet meer bij de Faro uh, BNN en BNN Varen, dat doet niet meer aan mee, Maar dat is echt, de, ook denk je, de enige die aan jou geen bloedhekel heeft in, in Hilversum, zeg maar? Ja, er zijn er misschien nog wel meer, maar daar ben ik dan niet zo heel erg van op de hoogte. Maar bij Bassie weet ik wel dat hij openlijk... Uh, uh, mijn haat, ja. <laughs> Je bent er ook helemaal mee gestopt, denk ik, hè? Met, uh... Ja, maar dat is ook op een gegeven moment was het zo'n trucje. Ja. Dus dan... dan word je, uh... word je een das het aapje. En dat was het toen al. Weet je wel, op een gegeven moment. Maar ja, het was zo populair. En de, dat was ook in de periode dat ringtones nog heel erg verkocht ja. werden. Ja, ja. En toen was Adriaantje Teringleijer, die heeft geloof ik een half jaar op één gestaan, dus, uh... <laughs> Ja. Je maakt je geen zorgen over de sportjournalistiek. Nee, ik zou niet weten waarom. Jij stelt de vraag omdat jij dat kennelijk wel hebt. Nou, je, wat jij zegt, dat spelers steeds meer afgeschermd worden. Clubs ja. gaan natuurlijk hun, hebben hun eigen kanalen um, met Club TV. Dus het wordt steeds lastiger. Ja, om... ik, ja, ik begrijp wat je bedoelt. En als je ze spreekt, zijn er vaak allerlei gedragsregels waar je rekening mee moet houden? Ja, dat is waar. Dat is, daar heb je wel een punt. Dat is namelijk geld ook voor de hele Formule 1. Hè. Dus dat is gewoon eigenlijk, uh, die bepalen via hun eigen kanalen ook heel veel... Wat ze naar buiten brengen. Je kunt daarin niet een uh, vraag stellen zoals jij dat graag wil. Want als dat hun niet bevalt, dan moet het eruit. Anders krijg je het nooit meer te spreken. Ja, dat is wel een, 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 een zorgelijke situatie. Daar ben ik wel met een je eens. Um, Word je wel eens nagebeld door een perschef die zegt van... Joh, ja, dat is wel eens bij Red Bull gebeurd. Die, ik heb toen Pierre Gasly geïnterviewd en toen... Uh, Vroeg ik als eerste hoe is het om uh, altijd als tweede man achter uh, Max uh, te rijden. Nou, dat moest, je er moest er gewoon uit. Want en dat, dat doe was... je dan ook? Ja, want het probleem is dat... Kijk, je, je wil geen uh, ruzie daarmee krijgen, want dan krijg je straks geen beelden meer enzovoort. En dat is natuurlijk wel raar. Als Red Bull zegt, daar gaat gewoon een kruis doorheen. Ja, dat is gewoon censuur. Dat vind ik echt wel echt heel erg. En merk je dat in de voetballerij niet? Ja, dan... nou, natuurlijk heb ik daar wel mee te maken. Maar dat gaat eigenlijk altijd wel een heel goed overleg. Ik ken die persmensen allemaal goed. En ik uh, leg altijd heel eerlijk uit aan de voorkant. wat mijn plannen zijn. En uh, ja, dat, dat, dan, uh, dat, dan heb ik tot nu toe. Heb ik daar tot no nooit problemen mee gehad. Tenminste, niet dat ik me zo even voor de geest kan houden. Of heb jij nu een voorbeeld dat ik. Uh... Nou ja, ik heb wel eens, ik heb, kom, kom het zelf wel eens tegen, ja. een, uh, weet ik veel. Ik vroeg aan een een keer uh, iets over uh, verhaal toen hij onder Marinho zat. En dat, dat mocht dan niet, weet je wel. Ja, en dan was ja. het verder heel onschuldig, maar dan moet het er wel uit. En ja, 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 ja. Dat, dat, dan heb dat, je dat, twee minuten gehad en dan ja. moet ik ook nog een vraag uitschuiven. uitschuiven ja, dat is natuurlijk gewoon bloedirritant. Ik doe gigantisch goed mijn best om er het allerbeste uit te maken van wat binnen mijn mogelijkheden ligt. En... Uh... Ik, ik doe het al best wel lang, dus ik denk dat het goed genoeg is om, uh, uh, om ermee door te kunnen gaan. Ben je trots als je iets gemaakt of ben je ja. vaak kritisch met terugwerkende kracht? Ik kijk niet zo heel graag heel erg veel dingen terug, omdat ik het namelijk ook... Uh, vroeger monteerde ik altijd alles zelf, maar op een gegeven moment word je ook wel een beetje gek van naar jezelf kijken. Ik vind dat... Uh, uh, ik heb ook nog een soort verlegenheid en ongemak, en dat heb ik niet als ik... ...aan Het draaien ben, want dan ben ik gewoon in gesprek met iemand of wat dan ook. Maar als je zelf terugkijkt, heb je dat dan? Ja, dan kan ik wel storen aan dingen of uh, uh, erg en? Ja, dat kan hem in hele kleine dingen zitten. In gewoon dat ik te veel woorden gebruik, of dat ik te lang draai om ergens naartoe te komen. Of dat ik een bepaalde blik trek die ik dan achteraf niet goed vind. Dat zijn details. Maar uh, ja, dat zal je toch herkennen. Dat heb je altijd wel eens. Ja. Maar dat is niet chronisch. En ik heb er ook niet uh, onmetelijk veel last van. Heb je iets af moeten leren? Ja, te veel zeggen. Minder praten. Ja, de, 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 de vragen, gewoon te lang. Uh, dan, dan laat ik te veel mijn gedachten gaan en dan al uh, beredenerend uh, komen op je vraag, terwijl je gewoon korter, mand. Ja. Ja. <laughs> Want je hebt ook een heel klein slisje, bijvoorbeeld in ja. je. Uh, maar dat, dat stoort je niet, of je hebt nooit nee, gedacht, heb, dat, Ik, ik heb het nooit gehoord zelfs. Okay. Zelf hoor je dat niet luistert je ook niet. Als ik praat, hoor ik die slis niet. Als ik mezelf terug zie, dan hoor ik hem wel. Maar in mijn hoofd, kijk, jouw je stemgeluid, dat hoor je zelf via je hoofd, dan heb je een heel ander geluid, maar ik hoor die slis niet. Dus ik stoor me er niet aan. Okay. Pas als ik het terug zie, denk ik: wat slis ik eigenlijk? <laughs> hey, en de, de kerst op je journalistieke taart, dat was dus Maradona. Ja, ah, dat zou ik te gek vonden. Ik vond Koeman ook. Ja, die, die is voor mij ook wel iconisch door. Uh, door, door de 88, en, maar ook hoe hij ja, de, de rest van zijn carrière. En ik vond hem, hem ook als bondscoach fantastisch. En die deed ook mee in shirtje ruilen. En dan denk ik, die heeft vanochtend of gisteravond op zolder. Is die al die shirtjes zo ja. voor mij gaan uitzoeken? Nou, dat vind ik erg. Ook zo aandoenlijk. Nou, dat, dat, dat vind ik gewoon echt fantastisch. Ik moet ook wel zeggen dat ik, ik had Marco van Basten. Daar was ik een beetje van onder de indruk. Toch een Starstruck eigenlijk? Ja, nou ja, het is niet dat ik uit het veld geslagen was, maar ik vond het gewoon indrukwekkend. Merkte dat het echt iets met me deed. Terwijl hij heel benaderbaar is en zo, maar ik had hem gewoon nog niet eerder echt ontmoet. Maar dat is ook weer niet helemaal waar. Want ik heb namelijk ooit een jakhals gedraaid dat ik in de krant las: zochtens, de frikandel bestaat vandaag 50 jaar'. En toen dacht ik, dat is een item. Maar Ajax was ook jarig op die dag. Toen dacht ik, ik ga de twee dingen combineren. Toen ja, ben, ik naar de, naar. <laughs> ben ik naar de Bekkersfabriek gegaan. Frikandellen. En dan mocht ik daar zien hoe die frikandellen gemaakt werden. En toen ben ik met 200 frikandellen naar de training van Ajax geweest. Om te zeggen, gefeliciteerd. Ajax is jarig. En de frikandel is jarig. Dus dan krijg je er een. Toen was Ajax uh, nog, die trainde toen nog bij het stadion. Van Basten was toen trainer, Leonardo speelde er nog en uh, Vermeer, weet ik nog wel. En van Basten zei geen frikandellen, pannenkoeken, dat moet het pannenkoeken. Dat incident moest nog plaatsvinden en ik stond met die grote diemlat, met 200 frikandellen en overal mayonaise, stond ik bij dat trainingsveld en die spelers liepen allemaal aan mij voorbij. En dan zei ik, nou hier, gefeliciteerd, pak mijn een frikandel. En toen kwam Marco van Basten voorbij en toen, toen keek ze, Marco kom even bij. Ja, ja, want ik zei, nou gefeliciteerd. Ja, zegt hij, waarmee? Ik zeg, nou eigenlijk is vandaag jarig. Ik zeg maar, uh, Frikandel is ook jarig. Ja, zegt Marco, uh, en nu dan? Ik zeg, nou pak er maar even eentje. Toen pakte Marco van Basten de en toen zei hij, en nu? Ik zeg, feliciteren maar even. <laughs> en toen zei Marco... Van harte gefeliciteerd. <laughs> ja, maar je ja, ook, wel... ook geen hap van die halfkabel. Uh, nee, zeker kanaal. niet. En ik meen me te herinneren dat hij toen wel... in een soort woedeaanval naar Miel Brinkhuis... de perschef, is gelopen en gezegd... Wat de fuck was dit? Wa, waarom... Oh, 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 regelt niet iemand dat ik niet in een situatie kom dat er een hele dikke klootzak met een rode strop dat <laughs> 200 frikandellen staat uit te delen die ik sta te feliciteren vervolgens. Ja, en daar had je wel wat beetje gelijk al in. Al, ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus het, in die zin is het maar goed dat de regels een beetje aangepakt ja, worden. Ja, je snapt dat wel, ja, ja. die mediabeperkingen. En nu we toch over Marco van Basten hebben, dus natuurlijk vorig jaar was het die ziek hel, rel, ja, zeg maar. Ja. Hoe, hoe kijk je daar dan naar? Vind je dan dat de media te ah. overspannen is? Dat je dus ook, wat je nu eigenlijk zegt, geef het maar even een hand. Het is dus ook een beetje improviseren. Ja. En soms valt dat dan net goed of is het een beetje smakeloos? Ja, het was gewoon heel onhandig van Marco van Basten. Maar ja, Marco van Basten heeft sowieso wel iets ongemakkelijks, vind ja. ik. Hè? In interviews. Hij is heel uitgesproken, maar ja, dan maak je ook wel eens een... Uh... Een uitgeleider. En zeker in een tijd waar er zoveel media is. en je moet iedere keer. er zijn ook allemaal mensen aan het werk. die iets moeten doen, iets moeten schrijven. een stukje moeten maken. Dus als er zoiets gebeurt. dan weet je dat mensen dat oppakken. Want als ze het niet doen. dan hebben ze geen werk. Ja. En dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk. Dat geldt ook voor recensies in kranten. Vroeger had je bij televisierecensies. Of, of, of voetbal, wat dan ook. waren er veel minder recensies enzovoort. Maar omdat die, uh, uh, en, en wat ze ook vaak deden, is als er een programma op televisie was, dat duurde het even vier, vijf afleveringen en dan kwam pas de recensie. Dan krijgt een programma ook de tijd om zich te ontwikkelen, of een ja. voetballer. Ja. Maar omdat er nu zoveel media is, moeten ze elkaar de loef afsteken, kliks halen en wat, 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 dat gedijt beter bij een negatieve berichtgeving. En dat is natuurlijk wel een nadeel. Dus als er een voetballer even echt kut voetbalt, dan word je gelijk. Omdat er zoveel kanalen, of het nou op Instagram is, of bij VI, of in het AD, of in de Volkskrant, of bij Pep Talk, of wat dan ook. Dan wordt er gelijk, bam, iets van gezegd. En, en, want dat levert kliks op. Maar dat is dan eigenlijk wel een ontwikkeling waar je ook zorg over ja, maakt. Ja, dat is eigenlijk, dat vind ik wel erg. Dan denk ik, soms moet je dingen even de tijd geven om het te laten rusten. Want ik moest er ook heel erg om lachen maar met, met zo'n manolef bijvoorbeeld hè, dat het echt uit de hand is gelopen en die jongen heeft daar echt enorme schade van gehad ja dus uh, maar goed je bent zelf ook de man van de grappen Ik van de grijpe ideeën zeker dat je gewoon alleen als zo deze, soort... ik maak niet per se altijd en zeker niet consequent dezelfde grappen ten koste van iemand anders dus maar, humor uh, is uh, maar wat, wat in het D -D, of is een filmpje losknippen een filmpje, een echt moment, zeg maar. En dat dan steeds laten zien. Maar ja. daardoor werd er karaktermoord gepleegd. Dat op een gegeven moment ver. wel, ja. Op een gegeven moment denk je toch: ach joh, er zijn ook nog duizend andere grappen te maken. Toen ik in uh, Bulgarije was. toen was ik dus ergens in een heel raar klein plaatje met die stoitskof, en daar zat ik te eten. Toen kwam er op een gegeven moment een hele knappe vrouw. die kwam naast mij aan tafel zitten. En ik wist niet wie die vrouw was enzovoort. En ik had even leuk met haar gesproken. En toen zei ze op een gegeven moment: waarom maken jullie mijn man zo kapot? Ik waar heeft die vrouw het nou over? Dat bleek dus de vrouw van Manolev te zijn. Oh, echt die hoor? zat in dat restaurant en die had alleen maar gehoord... die gast is van de Nederlandse pers. Maar dat is toch echt een... Ja, dit <laughs> nee, is toch krankzinnig? Kan hoe kan dat nou dat je die... ja, Bizar! Hoe kan, hoe is het dan mogelijk dat die vrouw van Manolev, in één keer naast mij zat in dat restaurant? Het is echt krankzinnig. Ik vond het ook wel een heel maf verhaal. En toen weet ik nog wel dat ik bij V.I. Oranje te gast was. En toen kwam ik, zat ik met Van der Platen in de Crazy Piano. Toen zei ik, nou, ik heb nou een verhaal. Ik zeg, ik was laatst in Bulgarije ik zeg: Weet je wie er naast me zit? Nou, ik zeg niet. Nou, vrouw van Maanden. Oh ja, ja, grappig. Vond hij niet zo boeiend. Nee, nee ik dacht, ik vond het een vrij opmerkelijk uh, verhaal. Uh. Ja. Ik heb nog wat headlines uit de media. Ja. Jouw carrière in vogelvlucht. Kijk: Clown Bassi boos op Robert Jensen. Dat was uh, naar aanleiding van mijn imitatie uh, bij Jensen. Uh, was uh, was Basie heel kwaad. Want hij werkte op dat moment nog uh, bij uh, IKEA, bij de ballenbak, waar die uh, kinderen uh, ging vermaken. En hij is uh, ontslagen omdat hij zo grof was op de radio. Maar dat was niet Bassi, maar dat was ik. Dat is niet meer teruggedraaid. Dat is, uh... Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar Basie toen wel vriendelijk verzocht, uh, vriendelijk doordringend. <laughs> Wil je stoppen met die imitatie? En, uh, dat was de Telegraaf te horen gekomen, omdat ik denk Bas contact heeft opgenomen met de Telegraaf. Vond je dat heftig? Of kon je niks schelen? Ik vond het krankzinnig. Ik ben mijn hele leven zo'n fan van Bas Inamia geweest. En dan een paar jaar later, in één keer als je oud bent en je wil iets in de media, is het allereerst dat clown Bas je bloed wel kan drinken. Ja. Ga je je nog verzoenen voor zijn dood, denk je met hem? Ik zou dat best graag willen. Omdat ik, uh... Misschien wel een leuke aflevering van Even blij maakt Vrienden. Ik weet niet ja, of hij er aan ik mee ik wil denk werken. Niet dat hij, <laughs> ik denk niet dat hij er aan mee wil werken, nee. Ik deed het met veel plezier en het, het is satire. je heb dus er ook geen no spijt van. Ik vind het wel Nee, sneu, maar Ik je... heb er geen spijt van. Ik vind het wel vervelend dat het hem geraakt heeft. Tepelfilmpje Jakals Frank van Lily Allen, groot succes. Ja, ik heb ooit een keer aan de, de tepel van Lily Allen gezeten. Ja. Is dat ook jouw hoogtepunt dan? Van, uh, van al die jaren nee, Jakals? Zeker niet. Ik heb ook een prachtige, mooie filmpje volgens mij gedraaid. Ook met, met Harry Moelisch of zo, weet je wel. Dat ik bij hem thuis was om. De, ...te wachten op het telefoontje dat hij weer niet de Nobelprijs won. <laughs> ja, dat vond ik ook ontzettend mooi. Frank, even blij met Jack van Gelderen, Ziggo Sport. Ja, ja uh, naar, naar Ziggo Sport. Uh... Grote geld? <laughs> nou, mocht ik willen. Nee, ja, ik ben freelancer. Dus uh, ik werk heel veel voor Vara. Maar uh, niet exclusief. Uh, omdat die ook niet voldoende werk voor mij hebben. En Ziggo Sport begon een sportzender ...waar Jack al was aangetrokken. En, We gaan iets uh, nieuws beginnen. Ja, dat zei hij toen. <laughs> Fox, of weet heet het? Sport 7 was ja. dat toch? Sport, en, e, Sport Even, weet je dat ook wel? Uh. Ja, ja, precies. En toen, uh, toen hebben wij uh, een format bedacht. En uh, toen ben ik samen met Jack Pep Talk gaan doen. Oké. Okay. Want je zei net al: je moest lachen bij het grote geld. Maar ik las ook dat je aan het eind van de maand steeds niks overhoudt. Dat je, dat je gewoon je hypotheek betaalt en dat ja. het ook geen vetpot is. Nee, zeker niet. Nee, zeker. En ik ben freelance, dus het, het is, er zit geen structuur in. Als ik zes afleveringen weer maak, eh, dan, dan verdien je weer wat. Maar dat moet ik ook spreiden over de maanden. En ik, ik maak wel iedere week radio, ja, dat is ook niet iets waar je heel rijk van wordt. En je theatertour, die komt ja, er dat, dat is De, de theatertour, uh, dat, dat is ook allemaal uh, uh, liefdewerk, oud papier. Want wij, ik verkoop geen zalen uit van, uh, of wij, uh, van, van duizend man, maar drie, vierhonderd. En dan komen altijd sporters naar ons toe. Die moet je betalen weer. Die moet je soms betalen en wij, maar we maken ook altijd hele montages. Die gaan als we iemand interviewen over die sporter. Dus ja. je hebt al een redacteur nodig en werk dus. Dat levert niks op. Maar we vinden het wel heel leuk om te doen. Maar dat maakt me dus ook niet uit. Ik ben ook niet uit op uh, heel veel geld verdienen. Dus de overstap naar Zigo Ziggo was vooral ook dat je een ander soort werk kon doen omdat de NPO je eigenlijk niet genoeg kon bieden zeg maar? Er is ook geen sprake geweest van een overstap, want ik ben nooit vertrokken Precies, bij de je vaaraan. bent er gewoon iets naast genoemd. Ik ben er gewoon, ik kreeg dit ernaast ja, maar ik krijg daar gewoon uh, per keer dat ik daar ben betaald. Dus het is ook niet zo dat ik daarvoor een groot bedrag ben binnengehaald. Als ik er een keer niet ben, krijg ik ook niet betaald. Precies. Dus het is gewoon een, ik stuur facturen en uh, Hele ik, dikke uh, facturen eraf. Uh, ja, dat valt vies tegen. Okay. Ik niet vertellen wat ik verdien, maar... Ik, nou, Peter ik kan de Vries niet... vrij, je krijgt anderhalfduizend per, per keer dat hij aanschuift. Ja, maar ik ben geen Peter en de Vries. Okay. Ik krijg dat zeker niet. Hmm. En vind je het nog belangrijk hoeveel mensen er naar kijken? Want ik kan me voorstellen dat Jack van Gelder bijvoorbeeld best wel moest wennen aan de kijkcijfers bij Ziggo. Ja, tuurlijk. Je maakt een programma omdat uh, je graag wil dat er mensen naar kijken. Maar uh, bij Ziggo is dat gewoon heel erg lastig... Uh, Onderzoek, wat wordt gedaan naar kijkcijfers, daar is, is niet bekend hoe de verdeling is tussen het aantal mensen die wel Ziggo hebben en geen Ziggo hebben. Heel oude dus die wens, kijk die ja, kijkcijferkastjes die staan gewoon ja, verspreid in het land. Als er nou relatief weinig Ziggo mensen abonnement hebben, dan weet je dus ook niet hoeveel mensen er kijken. Daarbij is het ook nog eens zo dat alles onder de 100.000 eigenlijk niet te registreren is. Want één kastje staat voor 15.000 of zo. Oh, precies. Frank Evenblij laat iedereen in zijn programma huilen. Dat ging over Evenblij maak vrienden. Ja, ja dat klopt. Vind ik leuk om de mensen te laten huilen. Nee, dat was toevallig. Het was een recensie na de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En daarin moest Frans Bauer heel erg huilen. Over, uh, omdat ik een gesprek aanknoopte over. Uh, hmm. Dat ik zei: Heb je je mooiste liedje ooit al geschreven? En toen zei hij: Ja, dat heb ik geschreven, dat gaat over mijn vader. En toen hij daarover begon, toen barstte hij ineens. Hmm. Wat uh, heel moeilijk vond ik dat. Omdat ik de neiging had om hem te troosten, maar ik vind dat ook pathetisch. Om, om dan als interviewer iemand te gaan knuffelen. Ook omdat je hem misschien niet zo heel goed kent nog op dat moment. Precies, maar je voelt wel de behoefte om iemand te laten weten dat je. Uh, met een begaan bent. En, dat vond, en ik, vond, ik vind verdriet confronterend. En, en niet omdat ik daar zelf verdriet. maar ik vind verdriet van een ander confronterend. Dus dat vond ik heel moeilijk. Ben je er ongemakkelijk uh, van ook? Of? Ja, wel een beetje. Maar gepast ongemakkelijk, denk ik. Maar dat vond ik, ik vond het ook prachtig. Ik vond het ook hele mooie televisie. Dus heel, heel open en eerlijk. En Jackie Groene moest ook huilen in de eerste aflevering. omdat ze een bericht van haar vader had. wat heel uh, erg bij haar binnenkwam. Ja, en ik weet niet of je nog meer in die aflevering zat, maar die moest ook huilen. Erik Dijkstra mocht op één niet samen met Frank even blijven presenteren. Ja, dat klopt. Ja, Erik uh, staat onder contract bij BNNVARA. Ik niet. Dus uh, zij keken toen ze op één gingen inrichten naar de mensen die ze onder contract hebben. Um, en daarbij, uh, ze, toen Erik daarvoor gevraagd werd, toen zei hij... Ik wil dat wel doen, maar ik wil het graag met Frank doen. Maar toen zeiden ze nee, de NPO, de publieke omroep... Dan wel wie uh, een vara, hebben besloten dat het altijd combinaties moeten zijn tussen een man en een vrouw. Dat is ook wel een beetje seksistisch eigenlijk als je erover nadenkt. Ja, maar het is anders weer niet goed als je er weer mannen neerzet, dan zitten er te weinig vrouwen op nou, deze Je kunt er ook een andere avond twee vrouwen doen? Ja, dat had ook gekund. Maar ik ga daar niet over en ik, het interesseert me ook niet, want ik heb nooit de ambitie gehad om op één te presenteren. En is er nog een specifiek programma wat je in je hoofd hebt qua format wat je heel graag nog zou willen maken? Kijk, ik heb wel, kijk, de droom ooit nog wel om met Erik uh, samen een soort Barenten van Dorp te maken. Gewoon een dagelijks show? Ja. Maar dan uh, in eerste instantie gericht op de toernooien zoals dat bij uh, Barenten van Dorp ook was. Een beetje Vee-Oranje-achtig, zeg maar Ja, eigenlijk wel. Maar dan meer Barenten van Dorp. We zijn bijna aan het einde, Frank. Mooi. Tot slot, wat is jouw favoriete vraag om te stellen? Hoe is de sfeer? Hoe is de sfeer? De sfeer is goed. Ja, vind ik wel. 28 ja. graden onbewolkt? Nou ja, het is iets kouder hier, maar het is wel onbewolkt. Heb ik nog kans laten liggen? Nee. Ik zou niet weten wat. Ik vond het een leuk gesprek. Veel uitgebreid. Ik denk, goh, ik ben blij dat ik niet hoef te monteren. Nee, nee ik ook. En, eh, <laughs> nee. Ja en tot slot uh, moet er nog een kop boven het programma. Kijk, dat is natuurlijk een beetje het hete hangijzer tegenwoordig in de media. Dus eigenlijk is aan jou de taak om te bedenken welke kop er boven komt. Het moet natuurlijk wel een kop zijn die een beetje moet scoren. Dit was de foto tevens waar we mee op pad zijn gegaan. Dat is Geen beste foto. Ja, dit was wel de enige die ik aan uh, kon vinden. Ik ja. ja. dat zo. Ik vond wel dat je een goede, goede blik had. Tikkie tik, achterbaks, maar... Ja, dat blijkt. Ja. <laughs> ja, zullen we dan gewoon tikkie achterbaks voor maken? <laughs> Vraagteken. Ja, dat kan. Dus schrijf het erop. Ja, maar het slaat nergens op, want ik ben echt niet achterbaks. Okay. Ik vond nee, die quote van die, uh, die, moeder, of die vriendin van Manolev ook wel goed eigenlijk. Waarom maken jullie mijn man kapot? vind ik wel een, een kop die uitnodigt. Ja, ja. Of heb je iets beters? Je kan ook nu nog iets zeggen wat echt shocking is, waardoor mensen denken: van wat die Frank even blij daar hè? Nee, ik, zou, ja, ik wil eigenlijk zeggen: 28 graden onbewolkt, maar dan gaan ze heen nieuw klikken. <laughs> even goed nadenken nog. Wat, wat was nou nog een goede quote van een van die lui? De André Hazes van de sportsmonistiek. Prima toch? Prachtig. De eerste. Frank, hartelijk bedankt voor je tijd. Alsjeblieft. Ja, graag gedaan.